Mijn naam is Rikker de Martelare en ik speel de shooting guard. Eerst was ik begonnen met voetbal spelen, zoals de meeste kinderen in België. Maar ik vond dat niet zo leuk en ik was er ook niet zo goed in. Dus toen ik 6 was, toen ben ik eens met mijn vriend gaan basketbal spelen en ik ben daarna nooit meer gestopt. Toen ik dan 6 was, mijn eerste jaar dat ik basketbal speelde, had ik zo een trofee gewonnen. In het glas. En die staan altijd op mijn kamer, want dat is mijn eerste trofee die ik ooit heb gewonnen. Dus ja, dat ben ik altijd blijven onthouden. Ik ben iemand die super hard werkt. In college noemden we de glue guy. Dat is iemand die zo alle kleine dingen doet. Rebounds, beetje scoren, beetje van alles. Beetje gewoon het spel zo goed mogelijk laten verlopen voor heel het team. Ja. Ik denk zoals de meeste spelers gewoon naar muziek luisteren. Ik luister wel altijd naar één liedje voor de wedstrijd en dat is Deborah by Beck. Dat is old school jazz, dat is mijn favoriete liedje, dus daar luister ik altijd voor de wedstrijd eigenlijk. Ja. Mijn grootste blooper, ik heb er best wel veel. Voor mij, het genantste was, ik heb één keer een vrouw op gewoon geairbald, niets geraakt. En ja, toen stond ik daar en ik moest nog één shot erna, dus dat was best wel awkward, maar het gebeurt. Ja. Wat ik verwacht van dit seizoen, het is mijn eerste jaar in de pros, dus ik wil gewoon zoveel mogelijk bijleren, hard werken en hopelijk met het team bereiken we onze goal die we hebben gesteld voor het seizoen dat begint. Dus hopelijk top 6 in de league en een goede run in de playoffs. Dingen die ik nog leuk vind om te doen buiten basketbal is waarschijnlijk dus gewoon chillen met mijn honden. Ik ben een hondenliefhebber, die zitten allebei in België, dus die mis ik wel. Maar, als ik de kans krijg, gewoon hangen met mijn honden. En, zoals elke basketbalspeler, videogames is best big. Met je teammates videogames spelen online, dat doe ik ook wel. Dus, ja. Ik denk mijn familie natuurlijk, mijn familie mis ik veel. En mijn tweelingzus, die nu ook basketbal speelt door mij, die mis ik enorm. En mijn oma, die mij altijd steunde in basketbal. Ja. Nederland zelf, ik heb vroeger, ik denk toen ik 15, 16 was, 2 jaar in Zwolle gespeeld. Bij Landsteden, dus toen had ik al een beetje een culture shock van hoe het anders was. Vooral de taal, we spreken allebei Nederlands, maar het is toch een pak anders. En het eten is ook gewoon anders hier, maar bijvoorbeeld snert, die soep, vind ik niet echt lekker. Maar, ja.